Edwin Gums, woordvoerder van de politieke partij A20, die zegt dat er enige haast is geboden wanneer het aankomt op wijziging van de kiesstelsel. In juli 2023 moet dat allemaal een feit zijn, medegelet op de verschillende termijnen welke in acht moet worden genomen wanneer er verkiezingen gehouden worden in Suriname. A20 die doet ook een voorstel van een kiesstelsel en daarover spraken wij dan ook met de woordvoerder. Voor wat betreft de campagnevoering, zou dat ook precies zo plaatsvinden zoals we dat van ouds herkennen? Of zouden partijen nu anders campagne moeten gaan voeren met wat jullie voorstellen? Absoluut. U zou het anders moeten doen. U zou het nu op een landelijke basis moeten gaan voeren. Het gaat niet meer om dat in district A daar een aantal bekende mensen zijn en daar kunt u op stemmen en die kan naar het parlement in Paramaribo. Nee, je zou nu campagne moeten voeren als partij op verworvenheden die je als partij hebt laten zien of op plannen als partij wat je voornemens bent te gaan doen, zou je op een landelijk niveau, dus door het hele land heen, moeten gaan voeren en zeggen, ja, u kunt uit deze 51 mensen iemand kiezen die die en die plan heeft. Dus het is een heel andere vorm dan op districten. Want weet u, voor kleine partijen is het onmogelijk, nog financieel, nog organisatorisch, om in elke district apart campagne te moeten gaan voeren voor de zetels die in dat district toegewezen zouden kunnen worden. Dus het betekent vaak dat alleen de grotere partijen dat kunnen. En de meeste zetels in die districten zijn ook naar de grotere partijen gegaan. Want kleine nieuwe partijen komen überhaupt niet aan bod. Want ze kunnen het aan niet betalen. Ze kunnen het niet organiseren. En het is eigenlijk een aanfluiting van de democratie. Want iedere partij, kijk, we hebben 17 partijen gehad bij de verkiezingen van 2020. Nou, 17 partijen in een land van 400.000 kiesgerechtigden vind ik een beetje veel. Natuurlijk vind ik ook een beetje veel. Maar in Suriname hebben we de befaamde gezegde van all chiefs, no Indians. Iedereen wil partijvoorzitter zijn. Iedereen wil en dan krijg je van die kleine splinterpartij. Ja, maar die persoon is dan wel voorzitter van de partij, dus die kan zich als zodanig manifesteren. Maar het belang van Suriname wordt daar niet mee gediend. En hoe zit het met dat aspect van het kiezen op basis van etnische sentimenten? We willen er niet graag over praten, nee. Maar zo zit die Surinaamse politiek al eenmaal, zo werkt het eenmaal al. Het stemmen op etniciteit, dat is... Het is een voorstel dat jullie doen. Ja, nee, dat is een gegeven. Maar kijk, als etnische groep heb je recht om te stemmen. Dus in ons systeem kan je stemmen. Je kan op een van die 51 kandidaten stemmen. Dus dat wordt niet aangetast. Maar met de kiesregio of door de kiesdistricten eruit te halen, door de district eruit te halen, haal je wel dat zware gewicht dat etnisch stemmen zou kunnen hebben op de samenstelling van het nationaal parlement van de DNA. Dat haal je eruit. En dat is ook wat het constitutioneel hof heeft gezegd. Er is niks tegen etnisch stemmen. Als u vindt dat u als Hindoestaan op een Hindoestaanse partij moet stemmen, moet u dat vooral doen. Maar wij vragen aan u, is het niet meer dan alleen etniciteit wat u moet kiezen? Nu hebt u de kans op een van de 51 kandidaten stemmen. Dus u kunt meer afwegingen maken dan uitsluitend de etniciteit. En we moeten gewoon toegeven dat in bepaalde districten, met het districtenstelsel, het etnisch stemmen een heel zwaar gewicht heeft. Een iets te zwaar gewicht. En dat is niet bevorderlijk voor het land, omdat we namelijk naar één Suriname moeten. A20 pleit voor een nieuwe Suriname, waarin elke Surinamer meedeelt, mee kan dingen en gehoord kan worden. Een Suriname
waarin wij het over het belang van Suriname hebben. En niet van de etnische groep. Niet van de rijstboeren uit Nigeria of de gouddelvers uit Sipaliwini. Nee, waar we het over één Suriname hebben, waarin we het hebben over de ontwikkelingskansen voor onze kinderen, onze kleinkinderen. Want die moeten in dat Suriname, in dit mooie Suriname met een bevolking van 600.000 mensen. Prachtige mensen. En we leven ook, als het ware, ook goed naast elkaar. Maar waarom kunnen we dat politiek niet vertalen naar dezelfde zin? Want het gaat om één Suriname, een nieuwe Suriname, met een nieuwe elan, met nieuwe kansen. Daar pleit A20 voor. En het kan. En dat van profielschets, dat gaat zwaar wegen, neem ik aan? Absoluut, dat moet. A20 is van mening dat je van politieke leiders of van politieke bestuurders bepaalde eisen mag stellen. Je mag een profielschets maken van een minister. Hoe moet een minister uitzien? Wat zijn de competenties van die minister? Hoe is het met de integriteit van die minister? Hoe is het met de geloofwaardigheid van die minister? Natuurlijk, daar moet je profielschetsen voor stellen. En A20, als politieke partij, wij stellen dat we bovenop de partij staan, want het gaat om die competenties en dat profiel. Als je aan die profielschets voldoet, mag en kan je minister tot minister benoemd worden. En je politieke partijachtergrond is van minder zwaar belang, omdat het nu gaat over Suriname. Het ontwikkelen van dat nieuwe Suriname door mensen met de deskundigheid en de integriteit en de competentie om het werk dat nodig is om ons naar dat nieuwe Suriname te brengen, te doen. En daar gaat het om met die profielschetsen over, dat goed erin zit. En daar moet je aan voldoen. Dat is het eerste vereiste wat je moet zeggen. En niet wie je familie is, wie je vriend is, of hoeveel geld je in een politieke partij gestopt hebt. Dat je rechten geeft op een ministerspost of dergelijke, of een directeurspost. Nee. Ook voor ambtenaren, topambtenaren, bestaat dat profielschets. Dat heeft A20 geschreven en gezegd. Daar moet die ambtenaar aan die eisen voldoen, aan dat profielschets. En als hij daar niet aan voldoet, dan moet je een andere aanstellen. We moeten los van de politieke koppeling, maar we moeten gewoon naar competenties. Laat me het gewoon simpel zeggen. Je moet het werk in een right man on the right job. Daar gaat het over. The right man for the right position. Heer Gums, tot slot. We weten dat mevrouw Esset, die het vertoetsing had aangeboden aan het constitutioneel hof, zat in A20. En nu hebben jullie ook een voorstel. En we weten dat er wat presentaties zijn gehouden. Een tweetal, drietal presentaties. Kan A20 zich daarin terugvinden? Heeft dat raakvlakken met hetgeen jullie hebben gepresenteerd en wat zij hebben gepresenteerd? Voor zover A20 het weet en gehoord heeft, die neigen ernaar te kiezen voor de 6 kiesregio's. En sommige met 10 zetels voor de 10 districten. Wij zouden zeggen, als het de kiesregio's moet worden, dan moeten alle 51 zetels naar de kiesregio's. Niks van per kiesdistrict een zetel. Dat is gewoon uit de boze. Maar wij als politieke organisatie A20 zijn de enige die stellen 1 kieslijst, 1 grote kiesdistrict Suriname en one man, one vote, one value. Wat is de plek van de RR daarin? De RR is wat anders. RR, Suriname is opgedeeld in 10 districten en 62 RR's. Dat is een bestuurlijke indeling. Dat is hoe je mensen bij elkaar brengt. En de RR die zorgt inderdaad voor de resorten. Daarvoor heb je resortraad. En daar haal je ook verkiezingen. En in ons voorstel, dat weerhoudt het houden van resortradenverkiezingen überhaupt niet. En het zijn de resortraden die uiteindelijk in een getrapte vorm de districtraden verkiezen. Er zijn geen verkiezingen, directe verkiezingen voor districtraden. Het is net als in Nederland, de provinciale staten
die kiezen de leden van de Eerste Kamer. Wat een reflectiekamer is. Nou, ik kan een heleboel zeggen, maar ik denk niet dat de districtraden een reflectiekamer zijn. Dat denk ik niet. Die zouden eerder over de belangen van het district moeten kunnen gaan. Maar nogmaals, het zijn de RR waar verkiezingen voor gehouden kunnen worden. Ik vind trouwens met de nieuwe voorstellen, vindt A20 het trouwens, een draak van een ding. Want nu zou je 16 kiesdistricten hebben. Waarvan in het district de verkiezing gehouden wordt voor de districtzetel. In het district verkiezingen worden gehouden voor de districtregio's of voor de kiesregio's. En dan moet je ook nog eens een keertje resortraden verkiezingen houden. Mensen, het lijkt erop dat vele partijen alleen maar denken aan banen voor partijgetrouwen. Want elke kiesdistrict moet een kiescommissie hebben, daar moet een voorzitter van komen. En in Suriname zijn we gek op voorzitterschap. Echt, het is all chiefs, no Indians. Het is pijnlijk om het te zeggen. Maar dat wat ik nu gezegd heb, is een persoonlijke overweging. En dat is niet de overweging van A20. Laat me daar heel helder in zijn. Want dat heb ik als zodanig niet met A20 besproken. Maar dat mijn persoonlijke. Ik voel too much chiefs, too little Indians.